En Chris Somers, baan van de vrouwen, alsjeblieft. Parcours verlaten, en die mogelijk. Lekker wel. Oké, prima, passage. En nu, die begeleidende eindstof met z'n tweeën. Rudy van der Velde voor nummer 8, of Chris Somers voor nummer 1. Het sportief van daar wordt ingezet, er wordt Chris Somers nog geromonteerd. We gaan close finishen. Chris Somers pakt hier zijn eerste overwinning bij de landelijke winnerwinnie. Radio Media. Nieuw gezicht, nieuwe inschrijving en ook een nieuwe winnaar, Chris Somers. Tweede plaats voor Rudy van der Velde. Straks voor die mannen deze podium. Kijken, er is nog een derde podiumplaats vrij. En wie pakt die derde podiumplaats? Rennes parcours verlaten, alsjeblieft. Vraag met aandrang, veiligheid primeert. We zijn in blij verwachting van een nieuw duo. En dat uit naar de naam van onder meer Luc Wittman en Johan de Baas. Spullen zij ook hier het slot uit de hoes. En die wordt van daarin gezet. Johan de Baas met het tweetal. Komt Luc Wittman nog aanbrengen? Het wordt een close finish. Ja, Johan de Baas, min ik te weten. Op nummer 309 pakt hier de derde podiumplaats. We houden dus nog steeds de baan voor Rene Vrij, want nieuwe aankomsten. En ook een spurt op alles, die draait uit. En Van Zarre met een macht spurt. Wie komt er nog over? Wordt het Pien Kortevile? Wordt het Sylvia Dabal? Ja, inderdaad. Pien Kortevile voor Sylvia Dabal. En Marjolein Boerjan. Een koningin spurt hier aan het einde van de wedstrijd. Zonder veel peper en zout. Gewoon proefwerken door Pien Kortevile.